Dag, mijn naam is Jozef Aar. Vandaag heb ik een equivalente relatie. Dat is een homogene relatie in één verzameling. Hiervan een A met een A, B en C. Dus hier A, B en C. Dan R is een equivalente relatie als die relatie ten eerste reflexief is. Reflexief betekende dat A in de relatie staat met A. Elke A staat in de relatie met zichzelf. Dat betekent dat je gewoon deze pijlen kunt tekenen. Dus elk element is in de relatie met zichzelf. Een tweede, de relatie is symmetrisch. Symmetrisch betekende als A in relatie met B staat, dan staat B in relatie met A. Dat betekent, als je A naar B tekent, moet je ook B A tekenen. Ja? B met C, dan C naar B. Dus een symmetrische relatie. Ja? Dat die dubbele pijl bestaat. Derde, R is transitief. Als A in relatie met B staat, en B staat in relatie met C, dan staat A in relatie met C. Dat betekent, je gaat van A naar B, van B naar C, dan ga je van A naar C. Dat is bijvoorbeeld van een equivalentierelatie. Dus reflexief, symmetrisch en transitief. Dus reflectief, symmetrisch, transitief betekent equivalentierelatie. Voorbeeld van een equivalentierelatie, A zijn natuurlijke getallen, R is de absolute waarde. We gaan kijken naar de relatie absolute waarde. We gebruiken hier N, niet R, maar N betekent 0, 1, 2, de positieve gehele getallen. In die reflecties, wel, is A in relatie met A, is de absolute waarde van A gelijk aan A, inderdaad is zo, want de absolute waarde van A is A zijn positieve getallen. Ten tweede, is symmetrisch. A staat in relatie met B, en dat staat B in relatie met A, inderdaad. Als A absolute waarde van A is, dan is A de absolute waarde van A. Dat betekent dus gewoon symmetrisch. Ook transitief. A staat in relatie met B, en B in relatie met C. A is de absolute waarde van B, en B is de absolute waarde van C, dan is A de absolute waarde van C. Merk op, we werken hier in N, alleen de positieve getallen, dus dit is altijd aan elkaar gelijk. Dus dat betekent dat deze absolute waardenrelatie is een equivalentierelatie. Dus equivalentierelatie. Waarom? Reflexief, symmetrisch, transitief. Nu, dan zegt men dat A equivalent is met B. Als A in relatie met B in een equivalentierelatie, dan is A equivalent met B. Dan krijg je A equivalent met B. Zo geschreven, A equivalent met B. Ja? Dat betekent, als je tekent, als dit je A is, dat je die kunt verdelen in klassen. Hier staan alle punten equivalent met A. Hier allemaal met bijvoorbeeld met B, hier met C. Ja, dan heb je equivalente klassen. Een equivalente klasse betekent alle punten die equivalent zijn met punt A, wat hier de equivalente klasse van A noemt. Dit is bijvoorbeeld de punt A, dan is dat de equivalente klasse van A. Dus zo geschreven met A. In het tweede ligt de punt B, equivalente klasse van B en equivalente van C. Er zijn dus verschillende klassen die voortkomen uit de equivalentierelatie. Dank voor de aandacht en nog een keer. Bye bye. Goedendag, ik maak me veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig. Dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.